vind het ook enorm leuk. Goedemiddag, Marco. Goeiedag, hi. Ja, het is leuk. Je gaat aanschuiven. Heb jij gekeken gisteren en zo? Ja, op welke manier? Vond je het een boeiende wedstrijd? Ik heb niet gekeken, sorry. Echt niet? Nee, ik heb wel zin. Wat vond je ervan? Wat vond ik ervan? Het was een leuke wedstrijd. Het was een goede wedstrijd. Het was vermakelijk. Nee. Het was een goede uitslag ook. 3-1 winnen van Engeland. En het is natuurlijk een nieuw toernooi. Dus in hoeverre is het zeg maar te vergelijken met een WK of een EK. Maar ja, het is tot nu toe is het interessant. En als je zo meteen een finale kan spelen, dan is het ook als land denk ik wel mooi om als eerste eventueel een Nations League Cup te winnen. Ja, want het is fijn, hè? Koeman zei ook, het is lekker om weer een keer om de knikkers te spelen. Het maakt niet zo gek van uit dat het wel een nieuw toernooi is. Ze moeten ook nog een beetje aan aanzien winnen, uiteraard. Worden veel spelers bewierookt? Wie vind jij zelf de meest bijzondere speler van dit moment in het Nederlands elftal? Ik denk dat Virgil van Dijk momenteel natuurlijk bijzonder goed is. En die wint ook de Champions League met Liverpool. Speelt bij het Nederlands elftal toch elke keer gewoon heel erg goede partijen. Echte aanvoerder. Straalt natuurlijk veel gezag uit. En daarbij met Matthijs de Ligt is het een ijzersterk centrum. Waarin we denk ik in Nederland ontzettend blij moeten zijn. En ja, ik vind ook onze vriend Frenkie de Jong natuurlijk ontzettend goed. Geweldige speler. Hele belangrijke speler, niet alleen voor Ajax, maar ook voor het Nederlands elftal. Want hij zorgt ervoor dat de bal van achter naar voren op de juiste manier, op de juiste snelheid, precies op tijd gaat. En daarin speelt hij een hele belangrijke rol. Dus ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste mensen momenteel in het team. Ja, nee, Louis van Gaal zei vorige week bij de tafel van Kees, zei hij, ja, ik weet het nog niet hoor, of Frenkie de Jong daar wel gaat spelen bij Barcelona. Hij heeft wel erg veel concurrentie, ik moet het nog allemaal maar zien. Denk jij dat hij inderdaad zo buitensporig goed is dat hij dat in één keer kan regelen? Nou ja, kijk, bij Barcelona hebben ze daar natuurlijk ook een paar aardige spelers staan. En die vertolken die rol min of meer ook. Busquets en die andere jongen uit Kroatië. Als je naam kijkt. Rakitic. Rakitic, ja. Dus dat zijn ook twee goede spelers. En daarin zal hij de strijd aan moeten gaan. Maar wat hij tot nu toe laat zien, zowel bij Ajax als ook bij het Nederlands elftal. Ja, geeft het erg veel vertrouwen dat hij daarin toch, denk ik, een grote kans heeft van spelen ook in Barcelona. Ja, ik vind het enorm leuk dat je komend seizoen aan gaat schuiven. Onder andere bij de Eretribune op zaterdagavond en soms ook bij grote wedstrijden. Je bent een tijdje weg geweest, je bent dus weer terug zometeen. En je krijgt een soort, ja, hoe zou je het willen omschrijven? Wil je een beetje de nieuwe Jan Mulder rol krijgen op de tv? Jan Mulder? Of Johan Derksen? Johan Derksen, ja. Nou, dan. Ja, ik denk dat ik meer de Johan Derksen. Ik probeer gewoon. Ik vind het leuk. Ik ben heel benieuwd. Het is voor mij ook nieuw. En ik hoop dat ik daar van waarde kan zijn. Gezellig kan zijn. Dat het leuk is. En ik heb eigenlijk niet een plan van nou dat en dat ga ik doen of zo. Dus het is gewoon leuk om in gezelschap met elkaar over voetbal te lullen. En er is een zaterdagavond waar een hoop mensen daarbij zijn. Dus ja, ik moet even kijken hoe dat allemaal loopt. Maar, ja. Het is wel leuk, hè? Maar jij kan ook gewoon, als het over andere dingen gaat, behalve voetbal, dat vind jij ook allemaal prima, toch, om over mee te kletsen? Alles wat er omheen is, rondom voetbal, vind ik ook leuk. En als het inderdaad eens een keer over andere zaken gaat, kan ook interessant zijn. Ik zou zeggen. Ja, het wordt gezellig. Dankjewel voor vanmiddag en tot het komend seizoen, Marco. Ga je wat leuks doen dit weekend? Ga ik wat leuks doen het weekend? Wat ik heel leuk vind is Max Verstappen kijken en uiteraard ook de finale van de Nations League. Dat vind ik sowieso een hoogtepunt. Veel plezier daarbij en we spreken elkaar snel. Dankjewel. Oké. De groeten. Hoi Marco. Doei.